And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Hey en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een wat ik op een dag eet video. En we zijn alweer bij aflevering 2. En ik heb er super veel zin in. De gerechten die ik nu heb gemaakt is helemaal in het teken van onze jonge huid. En hoe we onze huid jonger houden. Wie wil het nou niet? Vind je dit een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren. En een dikke vette duim omhoog te geven. Oh ja, en het notificatiebelletje mee te nemen. Zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video upload. Want volgende week komt er weer een aflevering. Dus dan blijf je op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering komt. We beginnen zoals altijd weer in de ochtend en in de ochtend is het theetijd en kurkuma staat bekend om een mooie sprankelende huid, dus daar gaan we mee beginnen. Kurkuma, groene thee en kokend water. En dan is het tijd voor ontbijt en dit keer heb ik echt een heerlijk ontbijtje. Ik ben er zo trots op. Ik kon niet wachten om het te delen via mijn Instagram. Altijd deel ik mijn dingen via Instagram, dus volg jij mij nog niet. Mijn link staat in de beschrijving, dus dan kan je er gewoon op klikken. We beginnen met spirulina. Spirulina is heel erg gezond voor je. En mango, dat is lekker verfrissend, want spirulina heeft wel een hele sterke vissige smaak. Dus je moet er wel echt wat dingen in gooien zodat het lekker wordt. Dus ik heb hier ook voor een banaan gekozen. Die had ik heel even in de vriezer gelegd, dat is beter om diepvries banaan te gebruiken, maar die had ik helaas niet meer. En ik was ook vergeten om het in de diepvries te doen, een banaantje, dus ik heb het even zo gedaan. 1 avocado. Ik heb een hele avocado gebruikt, maar je kan ook een halve nemen. Ja, ik vind avocado lekker en dat maakt de smoothie nog wat romiger. Ik hou echt van romige dingen. Dus ja, voor mij gewoon lekker een hele avocado erin. Ik weet, het is heerlijk vettig en alles, maar ja, het is lekker. En het is super gezond voor je. Er zitten wel hele goede vetten in, dus het is niet alleen maar calorieën. Nou, ik doe dat er dus allemaal bij. Zo, hup. En een handje spinazie. Ik ben echt dol op spinazie, omdat er zoveel goede vitamines in zitten. Het is zo goed voor je ijzer. Ik heb heel lang last van mijn ijzer gehad, omdat ik mijn inwendige bloeding had gehad. En ik had iemand anders het bloed moeten krijgen, donorbloed. En het heeft alsnog heel lang geduurd voordat mijn ijzer weer gewoon normaal was. Dus toen heb ik ook tegen mezelf gezegd, Mary, je moet je ijzer echt goed op peil houden. En dat ben ik nu ook heel erg aan het doen. Zodat ik hoop dat ik in het toekomst niet weer een tekort aan ijzer krijg. En we gaan weer door. Natuurlijk heb je ook vanille nodig, want dat geeft het ook een heerlijke smaak en het ruikt ook super lekker. Ahornsiroop, omdat ik al zei, vanwege die spirulina kan het best wel heftig smaken, dus ik doe er altijd wel een zoetstof tegenaan, zodat het een soort van in balans blijft. En wat sojamelk. Je kan ook amandelmelk gebruiken, wat je wil. Ik doe het meestal op gevoel, maar gok zo'n 250 ml ongeveer. En ja, dan gaan we dat allemaal blenden. En als het geblend is, dan heb je dit hele mooie, romige, groene crème. Het ziet er echt zo mooi uit. En het smaakt ook echt super lekker. Je pakt gewoon een kommetje en daar doe je alles in. En de toppings kan je zelf helemaal crazy in gaan. Ik heb voor de dingen gekozen die ik het lekkerst vind. Maar weet je, je kan van alles erop doen wat jij lekker vindt. Ik heb hier frambozen, vitamine C, bosbessen, vitamine K, zorg voor een jonge huid, banaan, kiwi en kokosvlokken. En dat ga ik er allemaal in doen. Maar je kan ook bijvoorbeeld havermout doen of ja, noem eens wat. Je kan natuurlijk ook gewoon muesli doen of noten, wat jij wil. Ik vond het met fruit, vond ik het gewoon prima zo. En ik hou wel van smoothie bowls. Ik vind het echt super lekker. Vooral in de zomer ben ik helemaal dol op, maar ik had er vandaag zoveel zin in. Ik zag een paar foto's op Instagram voorbij komen van anderen die smoothie bowls hadden gemaakt. En ik dacht, ja, dat ga ik in mijn What I Eat in a Day video doen. En het is echt lekker geworden. Het was echt, echt zo, ik kan het niet beschrijven, het was zo smeuïg. Je moet het gewoon een keer namaken. Het was echt, echt lekker. Ik weet dat ik bij ieder gerecht zeg dat het lekker is, maar deze was echt lekker. En we gaan door naar lunch. En voor lunch had ik een zoete aardappel. Toen ik echt helemaal veganistisch was, vond ik het heel erg moeilijk wat ik op brood moest doen. Ik vond het gewoon moeilijk, want ik was altijd een vleeseter en ik had gewoon kaas en alles. En dan komt het brood gedeeld en dan weet je gewoon niet wat je op brood moet doen. Dat was mijn dilemma. Maar dat heb ik nu niet meer, want ik heb allemaal hele leuke, lekkere dingen wat je op brood kunt doen.
En we hebben hier rode ui in zuur. Dat is echt super lekker. Ik knal dat eigenlijk overal wel erbovenop. Spinazie, komkommer en kiemgroenten. Jongens, kiemgroenten zijn echt super gezond voor je. En heb ik hier 2 sneetjes brood. Zoete aardappel heb ik net uit de oven gehaald. 180 graden voor 45 minuutjes. En dan krijg je zo'n hele mooie gekarameliseerde aardappel. En het is echt super lekker, maar pas op met je vingers, dat is echt mega heet. En wat ik dan ga doen, is mijn brood beleggen met een beetje hummus. Maar niet zo heel veel als ik normaal zou doen. Een beetje sla. Dat is wel echt het heerlijke van brood nu. Dat je echt heel veel dingen erop doet. Voorheen deed ik alleen maar pindakaas en that's it. Maar nu ben ik helemaal crea-bea daarin geworden. En ik doe wat plakjes zoete aardappel. Die van mij doe ik er nog gewoon heet op. Omdat ik dat lekker vind als dat een beetje warm is. Beetje peper, geen zout. Ik ben niet zo heel erg fan van zout. Ik probeer altijd zo min mogelijk zout te doen. Dus vandaar alleen peper. En wat komkommer. En mijn zure uitjes. Echt, die zijn zo lekker. En het kleurt ook heel erg mooi. En ik doe het, zoals ik al net zei, echt overal in salades, op brood. Maakt niet uit. Ik vind het heerlijk. Hotdog. Love it. Nou, en dan heb je echt wel een goed belegd broodje, vind ik. En je kan hem doormidden snijden en dan ziet het er echt super goed uit. En met wat spinazie en wat over is, heb ik een salade van gemaakt met nog wat kiemgroenten. En zo ziet het er dan uit. En het is echt super, super, super lekker. En we gaan door naar avondeten. En voor vanavond hebben we linzensoep op het menu staan. En linzen, you guys, so lovely en heel erg gezond voor je. En ik heb hier een uitje, die doe ik erbij. Ik heb gewoon de linzen van de Albert Heijn. Die vind ik het lekkerst en makkelijkst. En wat we gaan doen is gewoon het uitje klein snijden. Die doen we zo, hupsakee, in de pan samen met wat knoflook. Ik heb gerookte knoflook, die kan je bij de Albert Heijn kopen. Ik heb ze verder nog nergens gezien, maar het heeft echt een hele rokerige smaak. En het geeft ook een rokerige smaak aan je soep. En wat ik dan doe is kokosolie erbij. Ik doe lekker een hele dikke dot kokos. Ja, soms doe ik nog wel 3 van dit soort dotjes erin. Ik vind het gewoon lekker. Ik vind het heerlijk als de uitjes onder staan. En upspice doen we met kruiden. Ik heb kurkumapoeder, paprikapoeder en kerrypoeder. Super lekker, doe ik ook best wel veel van, want ik hou van kruidig eten en vooral met linzen. Linzen en kruidig eten gaan echt perfect samen, vind ik. Dus lekker royaal erin doen, jongens. Huppatee. En een zoete aardappel. En die snij je gewoon in blokjes en die doe je er ook bij. En dan laat je alles gewoon nog even bakken, lekker rustig op de pan sudderen. En je huis gaat echt super lekker ernaar ruiken. Krulpeterselie even fijn snijden. En dat kan er dan ook bij. Ja, het moet natuurlijk soep worden en soep is niks zonder een veggie stok. Dus hier heb ik een bouillonnetje. En ik heb bloemkool gekozen voor de bij, bloemkoolkoekjes. Dat vind ik wel zo lekker. En dit is dan je soep en het ziet er echt super lekker uit. En het is ook echt lekker. Ik weet dat ik dat bij alles zeg, maar dit is echt lekker. En super gezond voor je natuurlijk. En dit is dan het resultaat van de bloemkool. En dan zou ik zeggen, maak het gewoon een keertje na, zodat ik weet wat jij ervan vindt. Want ik vind het helemaal geweldig. En als snack hebben we iets super simpels. Gewoon wat dadels. Deze is van de Lidl. Tony Chocoloni, puur. Want ja, die vind ik gewoon het lekkerste. En nog een appeltje. En ja, appels zijn gewoon zo lekker. Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Vond je het een leuke video? Vergeet er geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hier of daar ergens onder op abonneren. Zie je een vierkantje en dan pats, boom, je bent geabonneerd. Oh ja, als je nog niet klaar bent met verder kijken, heb ik in het i'tje, hier ergens boven, heb ik verder van dit soort video's wat ik op een dag eet. En allemaal receptenideeën en ook een shitload aan vlogs waar ook allemaal recepten in voorbij komen. Ik zou het even ergens hier in het i'tje neerzetten. En dan zie ik jullie dinsdag weer bij een nieuwe vlog. Super, super, super veel zin in. Zie ik jullie dinsdag.